Goedemorgen! Jits, hallo! Goedemorgen! Veenstra! Ja, kan ik? Ja. Vandaag is een bijzondere dag. Vandaag gaan we bekendmaken wat de nieuwe 3FM-programmering gaat zijn. En ik ga het natuurlijk pas later online zetten. Dus op het moment dat je dit ziet, is dat overal al lang te vinden, gepubliceerd geweest en alles erop en eraan. Ik heb net besloten dat ik niet in de uitzending ga roepen, wat wel zo is, namelijk dat dit de allerlaatste week met Michiel is. Jawel, dit is de allerlaatste week van het programma met Michiel. Oh, dit is fucking shit. Ja. Sedert 2005. Ja, gaan wij nou weer het woord sedert? Ja. Een mooi dit sturen van de week. Na een gezellig avondje drinken met Do en mijzelf. Mijzelf is ook een woord trouwens. Een sms. Jongens, jongens, wij kennen elkaar al sedert de NPS-tijd. Ja, luister, dit programma. Sedert, hè? Dit bestaat al sedert 2005. Ja. En als we dat, dat is de vriendschap van ons. Ja, ook sedert. Ja, ik ben 2007 pas aangehaald. Ja, dat is waar. Ik ben een beetje zo'n laat inglijer. Ja, ik nog een Blackberry. Ja, een We dwalen enigszins af. Maar wil je wat emotioneel zeggen over het verdwijnen van de programmanaam met Michiel? Nou, dat onder... Ik heb een lamme arm. Een programmaatje maken. Nou ja, het enige wat ik wil zeggen erover. Maar misschien kun je daar aan bijhaken. Is ook zo. We hebben gewoon heel veel mooie dingen gedaan. Onder het programmatitel met Michiel. Nou, begin ze maar op te noemen dan. Zo. Ik heb nog een krekelspunt af. Komt ie. Ja, oké. Okay. Zo, moet even op mijn knieën. ik ga even naar mijn... Noordpool FM. Moment. ja. Noordpool FM heb jij gedaan? Klopt. De Sunset Concert van Georg Graaf. Rotterdam Serious Request bij de mensen thuis. Bij de mensen thuis. Dat zouden we wel vaker kunnen doen, hè. Dat was geen Met Michiel actie. Oh jawel, jawel. Opposites en zo, ja, bij mensen thuis. Kenston. Kenston in Ommen. Ja. Wauw, ja, onderzaal. Ik was er niet onderzaal. Bij. Met heel veel mooie dingen onder de... Oh, zoveel mooie dingen. Ja. Oh, jongen. Ja. 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 En er komen nog meer mooie dingen aan. Ja, zeker wel. Want nou ja, wat we dus vanmiddag bekend gaan maken, is dat het programma heet niet meer met Michiel. Want het programma namen verdwijnen met 3FM. Het is gewoon Michiel, Domien, Frank... Sander. Maar wat ook gaat veranderen, het is nu 10:30. We zijn net 20 minuutjes bezig. Vanaf volgende week zijn we al anderhalf uur bezig. Dat vind ik zo lekker. Nou ja, ik vind het wel vermoeiend. Nee, ik vind het lekker man. 3 uur per dag zenden, dat vind ik echt lekker. Echt. Dan ben je gewoon echt het programma aan het maken. Echt, hè? Ja, we mogen weer. Vanaf maandag 14 november begin ik om 9:00 ochtends. En daar heb ik echt heel veel zin in. Want de laatste keer dat we 3 uur lang programma maakten, was in de avond. Ja. En dat voelde altijd heel erg lekker. Ja. Ja. Half minuut. Ik ga een plaatje afkondigen, daar word ik voor betaald. Ja. Ik ben Droefiek. Google Translate Phil if there ever was one. Madonna and Sorry. Goedemorgen, het is 3FM op de maandagochtend. Mijn naam is Michiel. Welkom Michiel. Veenstra. Dit is nieuwe muziek van Black Honey. Hello today. Hop. De lift is er. Yes! Diamond! Het nieuwe 3FM! Precious little diamond! I give it all to you! Precious little diamond! Button moves! Ik las laatst op YouTube de comment dat ik wel mijn camera durf te pakken en jij niet. Ja, toen ben ik gestopt met vloggen. Een half uur. Ja. Dit is het eerste wat ik weer film sinds mijn conversatie met Roos op het veerpontje. Oh, maar daar heb je alweer op het veerpontje gefilmd. Dat heb ik nog niet gedaan. En jij? Ik heb wel wat meer gefilmd, maar op een gegeven moment toen werd mijn naam genoemd. Jouw naam werd al een poosje genoemd. Ja, dat heb ik gelezen, ja. Nee, ik stond met mijn telefoon gewoon een beetje te klooien, terwijl Basiel zat te praten. En op een gegeven moment hoort je, Domien verschuurt het ook. Ik dacht, nee, ik ga misschien maar even niet meer filmen. Maar ik heb wel wat gefilmd. Lieve Domien! Oh, gek. Nee, ik ben bang dat ik dit heel klef kan doen. Heel sentimenteel. Hij is gewend van ons. Jawel, hè. Dat ik Domien ga missen. Dat is even mijn Oh, dat haar. Oh, dat heb ik nu weer een beetje, hè. Ja, dat is een enorme... Ik kan beter zo houden.
was leuk, twee plukjes haar. Of... Ja. Hallo, ben ik nog een beeld? Ja, inderdaad. Christine, dank je. Ik kan niet duizend mooie dingen. Nee, ja, meer maar zeggen. Ik ben zo ongekend trots op je. Maar mag ik even hier op beeld nog zeggen? Ik heb geprobeerd vaak te zeggen in interviews en whatever. Dit is echt de man die mij heeft gekregen op de plek waar ik nu ben. Ik ben niet met hem meegereden of zo, maar dit is niet. Beeldspraak. Dat is mooi, ben taxichauffeur. Dat is de man die mij gekregen waar ik ben. Meneer John. Dank u wel, meneer. Even afrekenen graag. Nee, Michiel heeft mij de meest waardevolle tips gegeven die ik in mijn loopbaan bij de radio heb gekregen. En Michiel is er altijd als ik nodig heb. Ja, jij bent nog steeds dagelijks mijn inspirator. Mijn steun natuurlijk laat in ieder een heel erg goed tip. Ik zou een heel veel flauwe grappen kunnen maken om te uitvullen, maar doe het niet. Dank je wel. Likewise. Vanaf maandag 14 november word je tussen 6 en 9 min en tussen 9 en 12 mag je aansluiten. Dus je ochtenduren zijn gevuld met deze twee auto's. Mag ik dan even jouw tweet erbij pakken? Van vorige week. Ja, Michiel heeft eigenlijk al verteld. Wat er ging gebeuren. Als je echt heel diep in als je heel diep aan uw hoedjes, ja, dan. Het gaat om deze tweet. Die tweet. Ja, maar dat komt omdat jij iemand zei, de nieuwe 3FM programmering, alle oude The Magic Friends komen terug. Jij begon met de Magic Friends. Ja, ik begon met de Magic Friends. En daarna kwamen nog een paar oude dingen en het leek mij wel af om dik voor elkaar. Het is een heel oud programma voor de 3FM zat. Nou ja, luisteraars, we zijn er weer doorheen. Dit was het dan weer, hè. Dit was dan weer de dik voor elkaar show. En dik voor elkaar als uitdrukking. Leuke slogan, 3FM, dik voor elkaar. En dan kwam er een reactie op binnen, die kan ik even bijpakken, dat is deze. Wauw, 3FM, Domien en ik voor elkaar. Zo, goed hoor. Mind is blown. Dat was absoluut niet de intentie, maar het klopt dus wel. Tot maandag. Tot maandag. Dit is toch een stukje dons hier hoor. De echte grote hebben dat. Nou, dat was het. Meer heb ik weer niet gefilmd gisteren. Dus wat er ooit wordt geroepen over dat ik mijn camera altijd durf te pakken, het is niet waar. Maar wat wel waar is, is dat mijn programma op 3FM vanaf aanstaande maandag 14 november een uur langer duurt. Het begint een uur vroeger om 9 uur en 3FM gaat klinken zoals je nog nooit eerder hebt gehoord. Met Domien in de ochtend, met Mark en Ramon in de middag, met heel veel toffe nieuwe muziek, nog meer dan ooit. En meer dan ooit ook niet alleen op de radio, maar ook op YouTube, Instagram, Facebook, overal waar jij bent. Daar is 3FM te vinden met de muziek die jij moet en wil horen. Zin in.